The conductor there was Eldad Shrim, the Israeli entry Ben Adam. Now, the very first country to host the Eurovision Song Contest in 1956, and I wasn't even born, was Switzerland. And in an extraordinary coincidence, they won their own competition. They almost won again a couple of years later in Norway. And this year's song has the same composer as that entry. The singer who was born in Canada is Céline Dion, and her song is called Ne partez pas sans moi. Wordt Israël tot de favorieten. Dat geldt ook al voor Zwitserland, dat de hele week de beste papieren kreeg toebedeeld. De laatste Zwitserse overwinning is al 32 jaar geleden met Lisa Sia's Refrain. Maar 2 jaar geleden waren ze er heel dichtbij, tweede plaats met Papouma van Daniela Simons. Dat werd geschreven door Attila Sereftouk en Nella Martinetti. En dat zijn ook de auteurs van dit Ne partez pas sans moi. Ga niet zonder mij weg, neem me mee, ver hier vandaan. Echte festivalballet, qua sfeer een beetje denkend aan Silafia Cadeau van Corinne Hermès uit 1983. Het succes wordt nu voornamelijk gemaakt door de zangeres Céline Dion. Afkomstig uit Canada, uit Montreal, en ze beschikt werkelijk over een dijk van een stem, dat zal straks wel blijken. De Zwitserse inzending, Ne partez pas sans moi. Qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Les oiseaux magiques, vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance. Je veux chanter, moi aussi. Gejuich, terecht ook, voor Zwitserland. Het probleem met het geluid is nog niet helemaal opgelost. In grote delen van Europa wordt het grootste deel van het programma op het ogenblik in mono uitgezonden. Ook in Nederland, dat zult u nu dan wel merken.